Op het breadboard heb ik nu alleen de Arduino Nano geprikt. In deze lessen ga ik nog verschillende inputs en outputs toevoegen aan het breadboard, volgens dit schema. Ik begin met het monteren van de zes leds. Voordat je daaraan begint, is het belangrijk dat je weet hoe een breadboard is opgebouwd. Het middenstuk van het breadboard heeft 10 rijen van 63 gaten. De 5 gaten in de gemarkeerde kolom. A0 tot en met E0 zijn met elkaar verbonden. Zo zijn ook de gaten F0 tot en met J0 met elkaar verbonden. Aan de bovenzijde van de middengoot heb je zo 63 kolommen van 5 gaten die met elkaar verbonden zijn. Dit is ook het geval met de 63 kolommen onder de goot. In het totaal heb je zo 630 gaten ter beschikking. Aan de bovenzijde en onderzijde heeft het breadboard een voedingsrail waar straks de voedingsspanning op komt te staan. De gaten zijn per rij met elkaar verbonden. De onderbroken streep op het breadboard geeft aan dat er een onderbreking is in de strookgaten. De rode lijn geeft de positieve spanning aan en de blauwe lijn de nul of ground. Wanneer je het breadboard bedraadt, gebruik dan standaard een rode draad voor de positieve spanning en een zwarte draad voor de nul of ground. Bij dit kleine breadboard heb ik de achterzijde verwijderd, zodat je de metalen klemmen kunt zien die de draden in het breadboard vasthouden en met elkaar verbinden. Op het internet vind je veel schakelingen waarvan je het schema niet ziet, maar een afbeelding die laat zien hoe je de componenten in het breadboard steekt. Zo'n afbeelding is handig als je een breadboard wilt bestukken, maar geeft geen inzicht in de schakeling. Als megatronicus is het belangrijk dat je leert een elektrisch schema te lezen en vanuit het schema een breadboard te bouwen. Dat ga ik hier doen. In het schema zoek ik de positieve voedingslijn en de nul. Ik zie dat de schakeling gevoed wordt vanuit de 5 volt pin en de ground pin van de Arduino. Ik vertaal dat naar het breadboard en verbind de dichtstbijzijnde voedingslijn met deze aansluitingen van de Arduino. Ik verbind alle positieve spanningrails met elkaar en doe dit ook voor de ground. Aan de andere zijde van het breadboard verbind ik de onderste spanningsrail met de bovenste. Ik ga de blauwe led verbinden met digitale pin D6. Deze pin moet ik straks in het programma definiëren als een uitgang. Ik knip de leds die ik ga gebruiken kort en schuin af, zodat ik een kortere poot houd die aangeeft dat deze zijde met de ground moet worden verbonden. Ik verbind de negatieve zijde van de led via een voorschakelweerstand van 330 ohm naar de ground. Ik verbind nu de andere zijde van de led met de digitale pin D6. Het is handig als je niet zomaar willekeurige draadkleuren gebruikt. In dit geval gebruik ik oranje schakeldraad voor alle digitale uitgangen. Op deze manier verbind ik alle 6 LEDs met de digitale pinnen van de Arduino, waarbij ik regelmatig het schema raadpleeg. Gebruik draden die precies op maat zijn om een zo overzichtelijk mogelijk breadboard te bouwen. De volgende stap is het schrijven van een programma om te testen of alle aansluitingen goed gemaakt zijn.